Yo mensen, we gaan weer naar de zee. En in de verte is het weer aan het onweren, dat is altijd. En dan, dat is mooi, want dan zie je gewoon als wij hebben gewoon altijd gewoon zon en zo. Dan zie je in de verte allemaal onweer en zo. En dan hebben wij gewoon zon. Ha. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Het regent, we waren toch al nat. We zijn bij het zwembad. We mogen één keer alleen springen. Nou jongens, ondertussen is de zon weer gaan schijnen, dus we gaan naar het zwembad. Muziek en alles doet het weer. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. Oké jongens, dit zijn rackets, hè. Die hebben we net gekocht, of tenminste vanmiddag. En die waren 4 euro of zo, maar ze zijn zo slecht dat gewoon één keer fatsoenlijk een shuttle slaan en hij is gewoon gebroken, dat draadje. Dus ja, en de shuttle is al in de bosjes ergens kei diep, dus we vinden het niet meer waard om die te gaan zoeken. Dus nu hebben we 2 rackets over. Dat heb ik altijd al willen doen. Gewoon vlieg op mijn hand. Heb ik altijd willen doen, gewoon tak, kapot slaan. Kijk, Timo gaat eerst. Zal ik dat die deur nog van ja, deze? Ja, maakt helemaal niet uit. Oké, daar gaan we jongens, dit is zo leuk. Altijd willen doen. Mag het? Ja?
Nou de mijne. Dankje. Zie dat. Ja. Zo. Die leeft niet meer. Die jou is nog niet helemaal kapot. Ah, de jongen. Zie je dat, dat vuur? Nog een keer. Keihard. Gewoon helemaal naar de gaten. Kijk maar in de kop, hè. Je hebt gewoon zo'n mugstuk. Kun je dat je kan zien? Zie je dat? Ja, keihard. Dus dat is niet goed, hè. Ze moeten altijd mee hebben. Ik heb mijn pols, jongen. Dat is niet gisteravond, maar eergisteravond, hè. Dat is gewoon nog steeds, precies in het midden daar, zo'n fucking bol, dat hoort in mijn bol te zijn. Kijk, dit is bij de andere. Yo mensen, ik heb heel de dag niet gefilmd. Het is al 4:55. Maar wij gaan nou even onze vrienden uitzwaaien, want die gaan nou weer terug naar Nederland. Dus ja, daar gaan we even heen lopen, hè. Het is al, even kijken, 7:43, 7:45. Dus ja, en wij gaan dadelijk even naar het strand, want er is nou dus een maansverduistering. Misschien dat we kunnen zien. Want ik kijk altijd aan het begin van de vakanties of dat er dan iets komt, bijvoorbeeld nou in Italië, wat wij kunnen zien aan de hemel. Dat vind ik altijd mooi, bijvoorbeeld satellieten of iets, of van de sterren. En deze keer was dus een maansverduistering. Dus ik had al een timertje gezet van wanneer die komt en zo. En hij komt over, zal het zijn, 3 uur of zo. Dus wij gaan nou even naar het strand. Nou jongens, ik heb dus net op de app gekeken. Op een app van Starshard of zo. En de maan komt pas om 8:56 op. Dus ja, het is nog lang niet. Dat is nog een uur en nog wat. Een uur en een kwartier of zo. We zijn er weer jongens, bij het ijsje. We hebben een ijsje. En nu gaan we even nog naar nieuwe vrienden zoeken. Die hadden wij eerst gespot, maar ik weet niet waar die nou zijn. Dus we gaan even zoeken. Nou jongen, er is dadelijk een of andere DJ run of zo. Ja, wij doen niet mee, want het is godverdomme weer. En ja, al die mensen doen allemaal mee, van die gasten. En we lopen nu een beetje het parcours. Dus ik zal een beetje filmen. Aflopen, want ik heb het al gezien. Ik ben blij dat ik niet meedoe. Nou jongens, ik weet niet of je het kan zien vaag, maar daar komt de maan op en hij is echt al half bedekt of zo. Het zou volle maan moeten zijn, maar hij is echt gewoon al half weg. Nou jongens, de maan komt dus op en ik zal eens even een timelapse gaan maken. En als het straks donker is, dan gaat hij gewoon lekker over in nightlapse mode. Hè? Mooi. We hebben een beter idee. We gaan thuis even wat stoelen halen. Dan gaan we daar gewoon op zitten en dan kan hem ook zien. We hebben de stoel en we lopen nu weer richting het strand, want dat is dat ding weer. Dus we gaan naar het vee. Oké, we zijn weer bij het strand. Hij is wel een beetje achter de wolken, maakt niet heel veel uit. Hij zet onze stoel neer, dus ik zou zeggen timelapse, let's go. Ik zie niet waar ik loop. Ik loop echt als een zombie met mijn hele skere lamp over het strand. Daar ga ik ergens in staan, maar goed. De maansverduistering achter mij, ik weet niet of je het kan zien, is nog bezig. Je ziet dat de sikkel weer steeds groter worden. Dus dat betekent dat de witte maan weer terugkomt. En de rode maan weer even moet wachten tot, wanneer was het? Januari ergens, geloof ik. En ik zie echt niks, joh.
Er is een of andere nog disco of zo, Silent Party, dan moet je al met de koptelefoon. Nou, mij niet bellen, ik kijk liever hiernaar. We lopen wel even langs, dus we gaan daar even heen. Ik loop op het strand, waarschijnlijk zie je me niet zo goed, maar gisteren was dus een maansverduistering. Maar de maan die is nu nog steeds een beetje vol, maar hij is nog steeds geel van kleur. Ik weet niet wat dat mee te maken heeft, waarschijnlijk wel. Maar ik weet niet of dat je het kan zien, maar ik ga het nou laten zien. Nou, daar rechts bolletje, even kijken die je nou ziet, een beetje wat hoger, dat is de maan. En ja, hij is echt wel roodje. Dus ja, ik zou niet weten waarom dat zo is. Nou jongens, we zitten hier dus weer lekker bij het strand, nog steeds. En we hebben lekker een corona besteld. En Timo heeft een cola besteld, ook goeie. En ik weet niet wat we zo gaan doen. Misschien dat wij zo nog een rondje gaan lopen, even over de camping heen. We gaan het allemaal wel zien jongens.